We waren om 4 uur al eruit en om 6 uur waren we hier rond 6. Jeetje, wat vroeg. Ja, maar anders was er geen plek, dus we moesten wel. Na 2 jaar kon Koningsdag dit jaar eindelijk weer ouderwets en groots gevierd worden. In iedere wijk in Den Helder was er wel wat te doen. Vooral de vrijmarkten in Juliaandorp en de Schoten werden druk bezocht. Wij verkopen onze oude instrumenten en jachthorens, trompetjes. En waar zijn jullie van? Wij zijn van het Helders Jachthoornkorps. En verkoopt het een beetje? Het begint nu een beetje te lopen. Dus er is veel interesse naar. Dus, en naast de instrumenten hebben we ook een loterij en een grabbelton. Dus, en zelfgemaakte vlegwerken. Dus. Nou, wij hebben zelf sinaasappels ingekocht. En wij zijn dus met deze pers zijn wij verse sinaasappelsap aan het maken. En dat verkopen. En hoe gaat het ermee? Het gaat wel goed. We hebben al winst gemaakt. Dus er komen wel veel mensen. Wat heb je allemaal al verkocht? Jurkjes, armbandjes en knutselspullen. Nou ja, sowieso tulpen van mijn werk. En onze kleding en boeken. Ja, weet je. Mensen leuk blij maken met tulpen. En gaat het een beetje goed met de verkoop? Zeker. Ik had 80 tulpen pakken en had ik om te verkopen. En ik heb dit nog maar over, dus... Ook veel buurthuizen organiseren dit jaar met Koningsdag een tal van activiteiten voor de jeugd. Zo ook buurthuis Westend en buurthuis Het Centrum. We hebben straks een optocht met de kinderen en Jan Boon die gaat mee. En daarna hebben we een prijsuitreiking voor de mooiste fiets. En dan gaan we spelletjes doen en dan komen we ook weer een prijsuitreiking. En vanmiddag zijn we open voor de volwassenen. Hey Saai, heb je step versierd? Ja. Waarom? Nou, omdat we een optocht gaan doen met het buurthuis en dan was het leuk als je hem ging versieren. En wat heb je er allemaal aan gedaan? Ik heb ballonnen gekocht en ik heb een oranje de ballon eraan gemaakt. Ik heb vlaggetjes met leeuwen eraan gemaakt en wat stroken en klitterband om mijn step heen gedaan, zodat het er wat leuk uitziet. We hebben eerst beginnen we alle fietsversieren hebben we, tot ongeveer rond de middag en dan komt de kunst in, de muziekkorps. Dan gaan ze een rondje door de wijk doen. En vanuit het rondje van de wijk, langs de Huis de Duin, even bij de ouderen, even langs blijven altijd even staan. Dan lopen we door de wijk heen en dan komen we terug en vanavond hebben we spelletjes. Ja, het mag weer allemaal. Ja, gelukkig eindelijk weer. Ja, ik ben al 2 jaar bezig, zeg maar. Nou, eindelijk na 2 jaar mag het eindelijk weer gebeuren, inderdaad. Ja, we hebben zin in.